wie ik ben. Nee, dat doet er helemaal niet toe. En wat ik doe, ja, kijk. Ik begon gewoon eens met wat dingen op internet te proberen en al snel liep dat best wel uit de hand. Ik heb er wel even over na moeten denken van is dat nou wel de juiste stap, maar ja, weet je, het blijft gewoon lekker geld verdienen en het is natuurlijk wel leuk. Ja, kijk, en die mensen, die maken het ook wel erg makkelijk hoor, moet ik zeggen. Ja, weet je, het is zo makkelijk om persoonsgegevens en documenten van anderen te verkrijgen. Dat is echt peanuts gewoon. Ik maak het mailbericht zo dat het net echt lijkt, je kent het wel, en dan stuur je het gewoon naar zoveel mogelijk mensen. Wat er gebeurt? Ja, kijk, ze zien het mailtje en beginnen gewoon meteen overal op te klikken. Dat is echt zo mooi. Ik heb zo'n mooi systeem ingebouwd dat ik meteen hun gegevens doorkrijg. Zeg maar een soort laag over een laag. Ah, weet je wat ook handig is? Er staan zoveel gegevens openbloot op computers en telefoons, echt. Ook echt vertrouwelijke informatie gewoon, hè? Hoeveel dacht je van persoonlijke gegevens? Op huis of Facebook? Niet te geloven. Het is een kwestie van wachten tot ik gewoon kan toeslaan en dat dan misbruiken natuurlijk. Vaak is er niet eens een wachtwoord of vergrendeling. Echt te makkelijk. Ja, of weet je wat ook zomaar kan? Data van computers afhalen. Dan liet ik gewoon alle gegevens op computers. En vaak hebben ze niet eens een backup. Hoe stom kan je zijn? Alles in één keer weg. Ik zou echt die gezichten willen zien. Gewoon fantastisch. Erg? Kom op. Dan beveilig je je gegevens toch. Of je maakt een backup. Dus daar ben je gewoon zelf verantwoordelijk voor. Het is 2 seconden werk. Zo makkelijk. Wil je mij helpen?